Ik ga deze vecht natuurlijk vastleggen. Het enige wat wel, waar ik wel rekening moet houden, is de belichting. Goedemiddag dames en heren, welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Jasper, voor de mensen die het nog niet weten. Het is vandaag niet alleen een feestje omdat het even gestopt is met regenen en de zon gewoon lekker vol in mijn gezicht schijnt. Het is ook feest omdat ik namelijk met deze video meegeteld 50 video's op mijn kanaal heb geüpload. En om eerlijk te zijn had ik ook niet verwacht dat er zoveel mensen positief zouden reageren op mijn video's. Vooral omdat fotografie iets is waar je wel van moet houden. Maar het mooie aan mijn kanaal is dat ik zo min mogelijk over diafragma, sluitertijd, ISO-waarde praat. Zodat ook niet-fotografen het leuk vinden om naar mijn video te kijken. Ik heb net trouwens met twee leuke mensen gesproken. En als het goed is kijken die nu ook. Dus welkom op mijn kanaal. Laten we lekker van start gaan met fotograferen, want daarvoor heb je natuurlijk ook op deze video geklikt. De weg waar wij de video gaan opnemen noem ik ook wel eens het slangenpad. Ik ga natuurlijk deze weg vastleggen. Ik heb alleen één aandachtspunt waar ik wel echt op moet letten en dat is belichting. Door de regen is het asfalt natuurlijk nat en elk licht wat erop schijnt reflecteert. In dit geval zou het kunnen betekenen dat het wegdek wit uitvreet. Ik heb hier een mooie nieuwe locatie gevonden waar ik de volgende foto ga maken. En kijk eens hier links van mij, wat voor een prachtig stukje natuur. Ik sta ook op deze plek omdat ik weer iets wil uitleggen over lijnenspel. Lijnen in je foto, dat wil zeggen dat je een bepaald punt naar elkaar toe laat komen. Door daar gebruik van te maken, zorg je ook voor dat over het algemeen de kijkers het punt zien waar jij je focus op hebt gelegd. Ik heb net nog wat mooie foto's op deze plek geschoten. Die krijg je aan het einde van de vlog te zien. Maar laten we eerst even kijken naar de omgeving. Dan is het tijd om een einde te breien aan deze vlog. Allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video dan leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je niks meer wilt missen van mijn video's. En dan zeg ik, zoals altijd, see you later!